In dit filmpje laat ik zien hoe je een voorjaarsbak maakt met viooltjes, blauwe druifjes en hyacinten. Wat heb je daarvoor nodig? Potgrond, een lage bak, één potje met 3 hyacintenbolletjes, 3 potjes blauwe druifjes en 3 viooltjes. Je stort wat potaarde in een bak. Pak je het eerste plantje, de blauwe druifjes in dit geval. Je begint aan één kant. Zo. En vervolgens zet je alle plantjes er zo naast en de hyacint in het midden. Zo dus, je wisselt blauwe druifjes en viooltjes met elkaar af. Zo. En nu kun je hier in het midden de hyacint plaatsen. Zo, de hyacint staat. Ik maak de bak nog even af. En daarna is hij klaar, in principe. Dan moet je natuurlijk niet vergeten om je bak nog even water te geven. Wat je kunt doen om hem helemaal af te maken is wat mos tussen de plantjes leggen. Bij ons groeit dat gewoon in de eigen tuin, maar je kunt het ook gewoon in het tuincentrum kopen. En dan is hij klaar.